Ook weer een nieuwe video van GTA 5. We hebben een customized video gaan en vandaag gaan we iets duurs doen, iets heel duurs. En dat is koude duur en dat wordt koude mooi, dat weet ik nu al. Het is fucking duur, hij is snel, hij is duur. Dat is ook het probleem, dat de auto aantrekkelijk wordt. En je kan hier veel aan doen, echt veel. Dus we gaan hem kopen voor vandaag. En ik ben benieuwd hoe hij eruit gaat zien. We gaan vandaag kopen in het wit iets nieuws voor vandaag. Ik weet dat die sowieso 2 miljoen kwijt zijn. Ik ben 8,7 miljoen heb ik nog over. Binnenkort heb ik weer money's. Dat weet ik. Maar alsnog, het doet pijn. Het doet echt pijn. En nou eens wachten tot de auto binnen is, zou ik zeggen. En we zijn eindelijk aangekomen bij de Benny Shop. Waar we deze auto eindelijk mogen customizen. En ik ben benieuwd. Dat is de verkeerde deur. Welkom bij de custom shop. What you looking for? Oké, we gaan hem upgraden. Oh, ik moet zeggen. Ik had van dat deze upgrade duurder was. Hij is dus maar, hij is nog steeds 500.000. Buiten dat, hij is goedkoop, ik had verwacht. Ik had 600.000 ik verwacht. Dat doe ik voor. En hij heeft wel direct een mooie onderbumper gekregen. Een ander dakje. Dat zit bij de wielkassen. En de uitlaten zijn omhoog gegaan. Oeh. Even serieus. Gaat die dak dan? Hij gaat nu wel omhoog. Kijk. Het is wel de goede auto waar het dak omhoog gaat. Maar ik ga het vast blijkbaar bij de upgrades. We beginnen natuurlijk bij de bumpers. Front bumpers. Ik ben benieuwd wat je hier op kan zetten. Holy shit. Zie één keer wat hij allemaal op kan. Dit is gek. Dit is echt gek. Ik moet zeggen, deze vind ik wel lijp. Maar wat is dan het verschil met... Kijken. Oh, dat zijn even die kleine dingetjes. Oh, dit is een moeilijke. Ik moet zeggen, dit vind ik niet mooi. Met die ventilatoren erop. Ik denk dat ik gewoon voor de duurste ga. Denk ik, eerlijk gezegd. Maar dat twijfel ik, want ik weet dat ik deze lijp vind. Kijk hoe die staat. Misschien, nee, die is toch niet zo lijp. Nee, dat is toch minder mooi. Ik ga mooi de laatste, nummer 18. Oh, die is echt, damn, die is echt gek. De MK2 Extreme Bumper. Hij is echt gek. Dan gaan we naar Rare Bumpers. Premium Touring Divisor. Oké. Die zit dus de onderkant, dus je kunt zien. De streepjes verder gaan allemaal zeggen, drukstroming. Maar dan kies je toch liever, of ben ik nou gek? Carbon Tuner Divisor. Volgens mij is dit toch lijper hoor, als je volledig hebt. Dan kies ik voor de secondary, niet voor de duurste. Jason, Defenders. Fuck zijn de. Oh, dat zijn de. Oeh, dat is wel gelijk. Deze zit er dus op. Waarom gaat hij de andere kant toe dan? Ik denk het lijpste wel is als daar lucht in zit. Of kom ik ook nog de verkeerde zelfs. Dat er lucht doorheen kan. Het coole is dat je aan beide kanten dus wat anders kan doen. Ik denk dat het voller is, mooier is. Ik doe ook weer met lucht erin, dat ik precies weer... Stoep! Dat maakt er wat meer af, vind ik. Dat geeft wat meer werk eraan. Exhaust. Ik ben benieuwd of exhaust erop. Ik vind dit zo lelijk, die kleuren, eerlijk gezegd. Oké, ik doe wel de 4 pijp. Van 10.000 wel weer titanium quad exhaust. Jammer genoeg is geluid gegeten altijd fucking slecht met de motors. Hoed accessoires. Wat de fuck moet dat voorstellen? Ruitenwisselvloeistof ofzo? Chromehoed gates. Waarom zou je dat erop zetten? Het is niet eens mooi. Kahoot. Oh, je ga je zulke coole dingen weer krijgen, dat weet ik nu al. Kijk, ik moet zeggen, het zijn er zoveel hè. Als je allemaal weer ziet wat het allemaal is. Nee, luchtgaten erin. Ik denk dat dit een wordt, eerlijk gezegd. Maar er zijn nog 4 te gaan. Oké. Nou, dit niet. Kijk, want ik heb dus een FMJ. En dan lijkt hij gewoon op een FMJ. Oeh, triple fended hood. Die wordt wel lastig. De extreme racing hood. En de ultra racing hood. Wat een namen, jongens. What the fuck. Ik weet niet. Ik denk dat dit gewoon gek is. Nee, oké. Nou, dat ziet er niet meer leuk uit. Dan mag ik dit even zien. Dat is niet meer cool. Ik doe deze erop. De Ultra Racing hoed. Dat is natuurlijk echt een mooie raceauto. Interieur. Dashboard. We gaan deze auto volledig doen. Fuck that. Deze auto. Ik ga alle knopjes erop. Look at that. What the fuck is dit? Oh, het extra klokkie. Ik moet zeggen, digitaal is ook wel gek. We doen digitaal. Ik wist eerst dat er was. Maar fuck dat, ik doe gewoon wit. Seats. Dat vind ik zo moeilijk, jongens. Het zijn wel gekke stoelen, maar meer dan dat ook niet. Ik doe hem rood. Rood blijft stoer, want ik weet niet, groen moet erbij passen. Ik snap niet waarom je dit zo willen aanpassen in de auto, weet je wel. We doen alle knopjes, we doen duur. We doen gewoon red, fuck that. Oeh, gold. Oké, dat is koude lelijk. Race yellow, fuck that. Ziet fuck lelijk uit. Yay. Roll cage. Oh, shit.
Wacht. Ten eerste staat de rollcase, maar wat gebeurt er dan? Oh, alleen de kattenbak. Die is gewoon verlaagd. Ik doe gewoon veel rollcage, ik vind het cooler in plaats van zo'n ander ding er nog doorheen loopt. Lights. Headlights. Ik koop het toch weer allemaal. Godverdomme. Deze komt de color op, dit is een speciale auto. Hartstikke happy peppy. Alles erop en eraan, neon color. Ik doe mint green, denk ik. Het punt is, ik weet niet welke kleur is auto wordt. De crew, ik heb geen clue. Ik doe blacklight. Je ziet niet veel. Dan zoomen we die gewoon. Even kijken, hebben we nog meer? Livery, what the fuck is livery? Oh, dit. Kijk, dit vind ik het lelijkste aan auto, vind ik dit. Ik snap, dit is cool. Maar, oké, deze is wel vet. Ik koop deze nog. Ik weet alleen niet of die blijft. Daar twijfel ik nog mee. Dan gaan we hem eerst resprayen. Om te kijken wat er dan verandert. Oké, alleen die kleur dus. Oeh, hij is zwart ijzel duivels, deze auto. Ik moet zeggen, deze blauwe kleur is wel gek. Ik wil een kleur wat niet vaak gedaan wordt. En zo ziet het echt wel sick uit. Ik doe red. Ik ga niet eens. Tornado red. Nee, ik doe gewoon red. Fuck that. Secondary color. Dus ik doe mat. Ik ga gewoon mat doen. Mat zwart erop. Trim color. Wacht. Alleen dat streepje. Waarom wil ik wine red zoveel betalen voor een streepje? Ja, dat ga ik niet doen. Dat is echt de grootste onzin. Ik snap wat je dingen hebt. Oh shit, deze auto wordt gek. De roof. Antenne. Nee, dan ga ik hem ook met zwart doeken erop. Niet rood, want dat ziet er een beetje te fake uit. Skirts. Ik ga zo kijken hoeveel die auto waard als ik hem wil verkopen. Ik doe de Carbon Low Level Skirt, niet de Carbon GT Skirt. Ik vind hem niet mooi. Als je hem langer hebt, zo'n kort klein vierkant ding, dat vind ik echt koude lelijk. Even kijken. Spoilers. Ik dacht eerlijk gezegd dat hier geen spoiler op zat. Holy shit. Ik moet zeggen, dit zijn wel hele gekke vormen dit. Positief gekke vormen. Maar dat maakt het wel moeilijk. Ik moet zeggen, de GTA Extreme Downforce BG Wii. Fuck. Ik vind hem niet mooi. Dan heb ik meer eentje die er aan vast zit. Zo eentje als dat. En dit is allemaal carbon. Oké, die is lelijk. Die ook. Oké, het is toch wel de betere, blijkbaar. De achterkant zag hij de betere. Dit ziet er gek uit, dat maakt het punt ook. Ik vind carbon helemaal prima, maar niet. Ik denk niet op deze auto. Ik doe gewoon deze. Ik doe extreem. Omdat geld kost. Dat maakt het helemaal mooi. En ik wil niet weg. Transmission. Damn, deze auto gaat zo. Dit is echt de duurste auto die ik ooit in mijn leven heb gekocht. Ik dacht, de Sinterno is het duurste. Dat is het dus niet. Windows. Oh, er komt zo'n mooi geluid in deze auto. Wheel-type. Dan gaan we natuurlijk wel een Benny's wheel doen. Kijk wat voor wheelsoort ze hebben hierin. Ik ga altijd een beetje hiervoor aanblijven. Ik ben helemaal benieuwd wat er achterin staat. What the fuck? Bliksem. Oké, de bliksem was dus laat. Benny bespoke. 75.000 voor een paar velgen, jongens. Ik geef ook wel toe dat ze wel gek zijn. Maar dat past niet bij deze auto. High-end. Ik denk dat ik een carbon velg neem, denk ik. En dan van die diepe, van die lekkere type, weet je wel. Dat die gewoon echt super perfect is. Maar de vraag is altijd, het punt is, velgen zijn eigen mening altijd. En zoals dit vind ik al vet. Oké, dit zijn de velgen. Dit is even serieus. Dezelfde velgen die ik vanmiddag ook heb gedaan bij een andere auto. Het coole hierin is, als ik deze doe. Ik neem deze velgen, neem een carbon set. En let op. Als je dus wheel color doet, dan verandert alleen het randje. Ik moet zeggen, dat is wel nice. Want als je kan zien, dan doe je mooi rood. En dan zijn de velgranden ook mooi rood. En dat maakt hem echt af. Oh shit. Tire design. Dat gaat erop, 100%. Bulletproof. Wat anders ben je echt zielig. Als je geen bulletproof tires erop zitten. Maar wel dik 2 miljoen voor een auto betaald. Dit auto is al meer dan 2 miljoen heeft het al gekost. Moet je nagaan. Allemaal red tire smoke, omdat het rood is. Ik denk. Engine nog, want deze auto ga ik denk ik gewoon gebruiken. Ik denk dat ik deze auto blijf gebruiken.
is de eerste auto mijn hele leven waar ik remmen op zet. Even serieus, de allereerste. Armor ook. Oh shit, ik ga hem nu ook op verkopen klikken. En ik wil gewoon weten hoe duur deze auto is. Want dit is het meeste wat ik ooit hierop heb gezet. Oké, okay, dan moet ook echt alles. Dat zijn eenvoudige dingen, die willen we niet. Ik doe die van 9000. Dan maak ik helemaal oppie toppie deze auto. Oh jongens, hier ga ik zo'n spijt van krijgen na de tijd. Aan de kant. Hier ben ik weer bezig en dit is wat ik wou. Nou, Nacelle. Ik denk, serieus, 1,4 miljoen. 1,3. 1,292. Nou, fuck that, 1,3. Dat is nog best weinig voor wat hij gekost heeft. Dit is de inkoopprijs van de auto. En niet eens alle upgrades is eigenlijk gratis voor niets. Zo kan je dat ook zien. En we zijn klaar. Het is licht buiten. Serieus, de eerste keer in mijn video dat het nog licht buiten is. En jongens, dit is de gekste auto die ooit in GTA 5 volgens mij is gemaakt. Holy motherfucking shit. We gaan nog even in de zon staan, zolang de zon er nog is. Maar jongens, zoals jullie kunnen zien, dit is de allergekste auto. Waarom moet ik ook geweld door die kutvrouw? Maar niet uit. Dit is de allergekste auto die ik in heel GTA ooit heb gezien. Even serieus. Niet omdat ik hem zelf gemaakt heb, maar omdat ik hem echt vind. En dit is de duurste auto die ik ooit in mijn leven gemaakt. Volgens mij is het de duurste auto die er is. Want Centerno is niet zo duur te upgraden. Dus ik zeg, dik geslaagd. En een mooie, rode tire smoke wat hem helemaal afmaakt. Met de verlichting erop. Oh, dit is een zwaarste race auto die ik ooit gezien. Als de deur gaat, Oh nee, wat een tegenvaller. Ik dacht de deur gaat nu wel omhoog. Maar dat dus niet. Dus we zijn een beetje fucked erin. Buiten dat, super trots. Ik zeg bedankt voor het kijken. Abonneer op dit kanaal. Laat een blauw duimpje achter. En ik zie je bij de volgende customize video. Laat een comment achter welke auto je nou wil hebben. Dan kan ik daar rekening mee houden. En dan gaan we dat gewoon doen. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Ciao.